Hier in Malle staat de luxevilla van een weduwe uit Capelle. De vrouw die liever anoniem blijft, overleeft momenteel op kalmeringspillen. Ze had met haar huurder een aankoop-verkoopcontract gesloten, maar al gauw bleek die dame geen geld te hebben. Wel, we hebben dat gebouwd in 70. In 70 mijn man een steenbakker, dus die moest veel steenen gebruiken. Daarom is het zo groot geworden. Enfin, ik probeerde mijn huurtuk te komen halen en ik, ik zag de deurstand open. Het stond hier vol bulldozers binnen en buiten. Ik denk ja, dat gaat niet. Dan uh, ze hebben we naar de vrederechter moeten gaan voor een uitzetting, uh, denk ik wel. En dan is het eruit gegaan. Ja. Wat we in de villa aantreffen is hallucinant. Geen enkele muur, tegel of sanitair is nog te vinden. Onthoofde vogels, kikkers en andere ongedierte zijn momenteel de enige bewoners. Enkele aannemers die voor de vrouw werkten, gingen failliet. De eigenares werd door de politie op de vingers getikt voor verschillende bouwovertredingen van de huurder. De villa, het levenswerk van haar man, met ooit een waarde van anderhalf miljoen euro, is nog een paar honderdduizend euro waard. Van het grote overdekte zwembad, de sauna, de conciergerie en de vier garages blijft niets over. Ik heb al zoveel gewend, meneer, dat kun je je niet voorstellen. Ik heb hier gestaan, dat ik dat, dat dacht dat ik een artikel kreeg. Opvallend detail, in het volledig verwoeste pand blijft één kinderkamer nog volledig intact.